Goedemiddag, we gaan het nu in ons Repair Café tips en trucs hebben over een stofzuiger. Veel voorkomende klachten bij het Repair Café is dat mensen met een stofzuiger komen, is dat mensen zeggen van ja, een stofzuiger, perfect ding eigenlijk, maar hij doet het niet meer zo goed, hij zuigt niet meer. Dan gaan we kijken of hij het motor draait in elk geval. Dan deze draait hij. Dat is goed. Dan gaan we kijken hoe het met de stofzak zit. Nou, dan gaan we deze openmaken. En bij deze zien we het al dat hij eigenlijk hutje beetje vol zit. Helemaal tot aan de nok gevuld. Dus die moet sowieso vervangen worden. Gaan we er een nieuw in doen en wat heel belangrijk is, gebruik het goede model, het goede type stofzak voor je stofzuiger. Elk stofzuiger, het merk, heeft een type nummer en dan kan je bij de winkel kan je daar een stofzak voor kopen die erin hoort. Wat we heel vaak tegenkomen is mensen een verkeerde stofzak erin doen die niet goed aansluit op de invoer van de slang. Zodat alle stof naast de stofzak komt en dan is die hele stofzak vervuild en dan werkt die ook niet goed. Deze hebben we dus vervangen, stofzak. Dan ga ik hem aanzetten. En dan doe ik hem met de stofzak. Goed. Dus dat is niet meer een probleem. Dan hebben we waarschijnlijk, als hij het dan niet goed doet, hebben we een probleem met de slang. Als je dan de slang erin doet. Weer aan. En je zegt, oh ja, hij gaat graag niet. Dan is dus het probleem en hier tot daar. Vaak kan je een slang dan ook loshalen. Ik haal deze slang los. Gebruik ik een stokje. En dan zet je dat erheen. En meestal in tegengestelde richting. Dus dit is het gedeelte wat op de stofzuiger zit. En als er een stokje is, vaak van die kant gekomen, zo omhoog. Dus ik ga aan deze kant. Kijken of dat is. Wat ik nog kan doen, ook doen, is de slang en draaien. Dit is de kant die aan de borstel zit. Dus normaal zuigt hij van hieruit naar de stofzuiger toe. Nu stop ik deze even hierin. Sluit niet helemaal goed af, weet niet. Zet de stofzuiger aan. Ik wil houden dit even dicht met mijn hand. Dan doet de stofzuiger vaak zelf al de verstopping, terugzuigen, uitzuigen. En dan is het probleem ook opgelost. Wat je nog kan doen is deze kant bekijken. Zie je de afhaal die je kijkt over zit, hij is open. En hier kan ook nog wel eens een verstopping zitten. Dus dat zou dan eventueel met een draadje of met een dingetje schoon moeten maken. Dus dat was het dan wel. En nu weer aanzetten. Dan weet je weer wat meer. Oké, nou, dit was het. En ik zou zeggen, succes met je onderzoek naar het probleem met je stofzuiger.